Zo, lekker lopen poetsen. Alles blinkt weer, hè? Maar vergeet je niet één ding? Ja, dat toilet. Dat kan ook wel een opknaphut gebruiken, hè? Het ziet er een beetje verkalkt uit. Hoe maak je een verkalkt toilet schoon? Ja, het is misschien niet je favoriete huishoudelijke klusje, de wc, maar het hoort er nou gewoon wel eenmaal bij. Het is belangrijk om je toilet af en toe te ontkalken. Kalk beschadigt het toilet. En er kunnen bacteriën in je wc-pot blijven hangen. En dat wil je natuurlijk niet, hè? Dus hop, stroop die mouwen op en we gaan eens even goed dat toilet ontkalken. Wat hebben we daarvoor nodig? Een anti-kalk schoonmaakmiddel. Een toiletborstel. En huishoudhandschoenen. Oké, daar gaan we. Het is echt een simpel klusje, hoor. Poor een paar keer met de toiletborstel in de zwanenhals. Zo laat je het water weglopen en dan werkt de ontkalker beter. Giet nu de antikalk in de zwanenhals. Nou, en dan komt het vermoeiendste deel van de schoonmaakklus. Laat het middel 15 minuten intrekken. Oh. Nou, als die 15 lange minuten voorbij zijn, dan schrob je de kalk met de toiletborstel weg. Let op, dit moet je echt heel goed doen en spoel alles weer in één keer door. Nou, dat was het al. Nou nog een kleine tip om een verkalkt toilet te voorkomen. Het is misschien voor de hand liggend, maar voor de zekerheid, spoel na je boodschap het toilet direct goed door. In urine zit kalk en beschadigt het toilet. Dus als je één keer per week de wc met de borstel en wat schoonmaakmiddel schoonmaakt, ja, dan moet dat goed gaan. Succes!